Wat is er goed aan een bankfaillissement? Wel, een bankfaillissement is eigenlijk... Een faillissement is een feedback systeem. We weten nu dat de bank met veel meer geld belegt dan dat ze aan eigen kapitaal hebben. Dus met 10 keer meer minstens. Bijvoorbeeld nog eens over Dexia. Ze beleggen voor ongeveer 1000 miljard euro, maar ze hebben maar een eigen kapitaal van 100 miljard euro. Nu, als opeens Dexia dan van die 1000 miljard euro 10% verliest, 100 miljard euro, dan zijn ze opeens hun eigen kapitaal kwijt. En dan moeten ze terug op zoek, dan zijn ze dus failliet. En moeten ze dus op zoek gaan naar dat nieuw kapitaal. Dat is het eerste wat ze moeten proberen, voordat ze failliet gaan, dat kapitaal te vinden. Maar we hebben gezien dat dus de banken dat niet meer vonden. Dexia was niet in staat van het kapitaal dat ze verloren waren in die beleggingen, opnieuw te vinden. Ze konden geen aandelen uitschrijven, want hun aandelen waren zoveel gezakt in waarde, dat het totaal onbegonnen werk was van dat kapitaal te vinden via een aandeeluitschrijving. En dan spreek ik over 6 maanden terug. Toen kon dat niet. Nu kan het wel terug, omdat bankaandelen serieus zijn gestegen. En dat is ook het eerste wat banken nu doen. Dat is zorgen dat ze aandelen uitschrijven en kapitaal binnen kunnen krijgen, eigen kapitaal. Maar toen kon dat niet. Dus de bank sloeg er toen niet in van kapitaal te vinden op de markt. Kon ook geen geld lenen, niet meer van andere banken, achtergestelde leningen. Kon ook geen obligaties uitschrijven, achtergestelde obligaties, die ook tellen als eigen kapitaal, omdat ook die achtergestelde obligaties gecrashed waren in waarde. En de markt wou ze niet. Op dat moment was Dexia failliet en heel veel andere banken ook. En zij zijn dus verplicht geweest van naar de staat te gaan te zeggen, geef ons de geld, want anders gaan wij failliet. En ze hebben dan de staat afgedreigd met te zeggen, dan implodeert het systeem. En wij zijn erin gelopen, de politiekers zijn erin gelopen en we hebben hun eigenlijk dus dat geld van de belastingsbetaler gegeven. Nu, wat is daar fout aan? Wel, het probleem is, door dat geld te geven is Dexia blijven bestaan en kan het nog veel erger worden. Want Dexia belegt voor 1000 miljard euro, verliest 10% van het eigen kapitaal, maakt een verlies van 100 miljard en is dus failliet. Op dat moment, als het failliet gaat en als het faillissement wordt uitgevoerd, zal er een curator komen en die gaat dus de rest van de beleggingen ontbinden en gaat dat geld teruggeven aan de spaarders. En op het moment dat Dexia 1000 miljard belegt van de spaarders en ze verliezen dus 100 miljard, dan is er nog altijd 900 miljard aan activa die verkocht kunnen worden. En dat zal de curator dan doen. Natuurlijk. Omdat de curator zoveel activa moet verkopen, zal de prijs van die activa natuurlijk omlaag gaan. Maar goed, dat is in elk faillissement zo. Uiteindelijk is het wel zo dat hoe vroeger dat je dat ontbindt, hoe groter dat de kans is dat je nog geld krijgt voor die activa. En dus, want als de crisis erger wordt, dan gaat die activa die 900 miljard, als de curator dat verkoopt, dan krijgt hij misschien 800 miljard voor of 700 miljard. En die 800, 700 miljard kan teruggegeven worden aan de spaarders. Ja? En dat is een goede zaak. Want op dat moment zijn we van Dexia vanaf. En hoe erg dat de crisis ook wordt, ze gaan niet meer verlies kunnen maken. Ja? Want al dat geld is teruggegeven aan de spaarder. En de spaarder doet daar iets anders mee. En dat is het goede aan een bankfaillissement. Nu, wat hebben wij gedaan? Onze staat België heeft dus niet alleen Dexia de kapitaal opnieuw gegeven via lening en via gewoon inkoop van aandelen, waardoor dat ze het gewoon geven. Ja. Maar ook heeft de staat daarbij nog eens garanties gegeven. En voor Dexia was dat 90 miljard euro. Dat is een enorm bedrag. Ja. En dus dat komt erop neer dat Dexia daardoor eigenlijk kapitaal kon krijgen op verschillende manieren, rechtstreeks van de staat in de vorm van leningen, maar ook van andere banken, omdat de staat garant stond. Het slechte daaraan is dat Dexia blijft bestaan. En Dexia speelt met heel veel geld van de spaarders. En ze hebben dus juist bewezen dat ze het niet kunnen. Dat ze niet juist die beleggingen gedaan hebben.
dat ze niet bepaalde scenario's voorzien hebben. En dat hebben we, dankzij dat faillissement zijn we dat te weten gekomen. Maar we geven hen nu, ja, opnieuw de middelen om verder te doen. En dat is heel gevaarlijk, want ze hebben juist bewezen dat ze het eigenlijk niet kunnen. En we laten hen verder spelen met dat geld van die spaarders. En dat is een heel gevaarlijk spel. En dankzij onze markteconomie gebeurt normaal gezien zoiets niet. Wanneer dan een bedrijf failliet gaat, dan wordt management ontslaan. En is het gedaan met dus investeringen te doen. En dat is een heel goed feedback systeem. En je moet luisteren naar dat feedback systeem. Je mag dat niet negeren. Want anders worden de kosten nog veel hoger. En dat is hetgeen dat we nu, het risico dat we nu lopen.